mensen van YouTubers en welkom bij deze nieuwe video. In de vorige video hebben jullie misschien al gezien en toen was het rammen op de achtbanen. Maar vandaag gaan we het wat rustiger aan doen. We gaan het Sprookjesbos bekijken. Het ziet er goed uit. Ja, maar dat is al wat langer, hè. Dat is niet nieuw. Zet de muziek al maar op. Nee, er is geen muziek. Dus... zo moeten plakken. Ja, in het echt mensen... Door Roosje is het eerste sprookje. In het echt mensen ga ik nooit nog het Sprookjesbos in, dan is het tijdsverspilling. Zou dat werken hier? Fototip. Er staat op je locatie voor foto. Oké. Fototip is een perfecte locatie voor een foto. Door een Roosje is de eerste. Ik heb het Sprookjesbos wel eens gezien vroeger. Toen ging ik wel eens kijken. Ja, ik weet dat nog. Ik wil altijd zo uit de glas kon ik altijd zien. Ja, en tegenwoordig is er ook nog de 6 zwanen in het Sprookjesbos, maar die zullen we vandaag niet kunnen doen. Want dat is ook mijn openingstijden. Dus die zullen we moeten overslaan. Ah ja, show! Ja, dat is een attractie. Dus je gaat in een zwanenboot zitten en dan vaart je zo rond. Hier, de kinderen mogen verder gaan. Ja, ik zal blijven staan, want ik mag niet. Maar dit is het zelfs? Maar dit is het kabouterdorp. En wat is dit? Oh, cool! Een oud boomhuis. Mm-hmm. Ach, kun je toch in een van die paddenstoelen binnen? Ah, dat zijn gewoon villagers, jongen. Dat is mijn punt. Ah, oh, spijtig. Verder kunnen we ook eens gaan zien mensen in het volk van Laaf in een van de volgende video's. Volk van Faas, zeker. Ja, volk van Faas. Wat wel. Want daar is verder ook nog dat slakkenspoor, maar of die al de lopen is, dat weet ik niet. Ik wil een eventje zien. Ja, dat doen we nog even. Die is bij Langnek. Het is 6 dinaren. Ja, dat is 6 dinaren. Oh ja, dat is ook veranderd. Dat is in een kop. Dat is ook vernieuwd. Ik wil even zien. Allee, wordt dus langer, jongen. Heel lang geleden woonde in ik hoor het verhaal. Het verhaal wordt uitgelegd. Ze was zo mooi en lief dat vele prinsen haar hand wijden. Maar haar stiefmoeder was een boze koningin die erg gierig was en steeds maar rijker wilde worden. Daarom moest iedereen. Ja, ik ken het sprookje ongeveer. Het zijn 6 dinaren, maar hier zie je er maar één. Vroeger stonden hier 2. Kogeloog stond hier ook. Maar die is verwijderd. Als een lang, zijn nek wordt langer. Waar is papier hier? Hier zijn nek wordt langer. Oh, dat wil ik zien. Amai. Ah, dat is een snoepkraam precies. Oh ja, ik wil snoep. Ah, hier is een kogeloog, hier staat het. Oh ja. Ik snoep eruit. Oké, we gaan door. Ja, maar... Hoe zie je die paddenstoelen? Ik hoor ook echt die... Ik hoor ook echt die muziek die uit die paddenstoelen komt. In dicht. Nice. Zodat je... Hij is ook bij Roodkapje. Ons zuiver is ook de muziek weggefixt, mensen. Ja. Maar in History Park gaan we echt in elk gebied muziek fixen. En elke attractie. Oké, dit is Roodkapje. Dag Roodkapje. De vernieuwde... Oh, geen wolf binnen. Oh ja, nee. De vernieuwde versie is deze. Het originele sprookje van Roodkapje is eigenlijk wel vies. Ja. En misschien is de wolf nog onderweg. Roodkapje is eerst. Ja. En dan komen we in een dorpje precies. Yes. Of waar je zit. Spinocchio. Echt? Ja. Ja. Precies werkt het, maar ik zie het niet bewegen. Hier horen die vos en die kat in te zitten uit de film, kennen we dat? Oh, wel lang geleden dat ik dat gezien heb. Wel, die komen hier uit die tonnen normaal. En dat is de wolf. Dus niet dat die ook in het Sprookjesbos stonden? Ja, sinds 4 jaar geleden. Ah, dat is nog niet zo lang.
En dat is het de walvis, allee. Er is, oh, check dit. Eerder een zijmonster, maar... Ah ja. In de film is het een walvis. En normaal zou die ook nog moeten bewegen, maar... hij doet niks. En in de wal en in de vis zitten Pinocchio en Geppetto. Ah ja, ja, dat ken ik nog wel. Ja, kijk mijn, kijk mijn Efteling vlog, daar heb ik de sprookje even in beeld gebracht. Dat vond ze erg fijn. Dat is even rijden, hè. De dansende schoentjes. Die schoentjes, ah, die schoentjes zullen moeten bewegen. Doen ze niet. Kom aan, beweeg. Beweeg. Ja, volgende. Dat gaan die pakken, jongen. Die echte schoentjes, die... Trollenkoning. Oh ja. Vertelt iets. Ja, die stottert zo. Die, thanks, Steve. Die praat in zijn slaap. De Trollenkoning. Ze hadden die wel een kop mogen geven. Ja. Je hoort mensen. Oh ja, worden duizelig. De hel. Hebben we de houding, jongen? Wat dreigend. Oh, kijk, we gaan door. Die trollenkoning die stottert, maar wat, die praat in zijn slaap. Huh. En hier? De sprekende papegaai. Maar die zal wel niet werken. Spreek je als het lampje rood is. Jonas zoekt. Jonas zoekt. Het lampje rood, het is niet eens rood. Oké. Okay. Next. Door in het natte sprookjesbos. Rapontje. Rapontje. Oké, okay, we gaan naar, naar het volgende sprookje. Yes. En die regent stopt maar niet. Ja, oh, hier hadden ze ook wel. Zijn we er niet. Hier hadden ze ook wel iets anders mogen maken. Oké, okay, volgend. Draak licht geraakt. Die vind ik zo mooi nu. Wat is dit, jongen? Vroeger had hij een pressure... Oh, draak. Vroeger had hij een pressure plate, dus dat hij vuur spuwde, maar tegenwoordig niet meer. Oh, het is gedaan, regenen. Ja, nice. We zijn ook weer vanaf. Wolf en de zeven gaatjes. Ja, loop verder, jongen. Hier zitten ze zitten. Maar die, oh, wolf, die wolf trekt op geen zak, jongen. Ja, het huis van de bomma. Hans en Grietje. Oké, okay, oh, ja. Wat is het nu? Het snoephuisje, perkenkuisje. Ja, die paddenstoelen zijn wel mooi. Vooral dat er ook muziek uitkomt, gelijk als een ticht. De put van mevrouw Holle. Oeh, de put. Hier hebben we het huis van mevrouw Holle, maar die, als het goed is, gaan ze die slopen. Ja. Dan kom je op het plein uit. Wat is dat hier? Als kleine boodschap. Hier zou wel... Die is ook niet afgewerkt, is ook gewoon een villager. Dus hier zou wel een wc zijn, natuurlijk. Ja, hier heren. Jij ja, moet hier zijn. Nee, ik niet ga. Ik zit er altijd. Ja, die kleine boodschap... Dat is een stuk. Ik heb kleine boodschap in tech nog nooit gezien, maar ik wist wel dat hier was. Ezeltjes. Ik heb toch eens gezegd tegen mij dat ik elke keer zeg van dat jij bij de wijventoilet moet. Ja joh. Ezeltjes trekje. Schijt ook echt munten. Echt? Nee, precies niet. Tafeltje dekje. Is hier binnen. Wat dan wel. Waar volop alle gaas ergens, hè? Ja, waar is die? Mijn eten ergens. Er is er één, denk ik. Mooi. Waar gaan we nu naartoe, broeder? Nog niet gestemd. Dit is het kasteel van de koningin van Sneeuwwitje. Maar, het is bezig.
fuck? Oh, die torchen die zijn wel nice. Ja, hier wordt het verhaal uitgelegd, maar het duurt te lang. Dus we gaan nu naar de grot van Sneeuwwitje. Dat is hier. Maar er ligt niemand in. Sneeuwwitje is gaan lopen. Het volgende sprookje is Assepoester. Nou, waar is dat hier? Een dollar? Wacht, hoor, waar zit hij? Shit, ik ben weggelopen. Ik ben bij de zwanen. Ah, dat is, dat is hier. Dat weten we dan ook weer, voor als we in het echt naar de Efteling gaan, dat die hier ligt. Ja. Maar ja, dit is eigenlijk alles. Die vaart gewoon een rondje. Ah, kun je daarin? Dat was een attractie, een kinderattractie. Wanneer doe je de volgende aflevering dan? Wanneer open is, hè. Het kasteel van Assepoester is hier. Ah. Chic. Oei. Deze sprookje ken ik niet. Fuck. Ik ook niet. Amai. Het is wel een lelijke kop dat die Assepoester hebben gegeven. Kom, ja. Daar komen we hier weer uit. Wat hebben we nog allemaal te doen? Hier hebben we de kikkerkoning. Maar hier gebeurt niks. Dus, wat is dat? Wacht, dat zijn de prinsen. De magische klok is dus. Ah, daar is hollebolle gaas, buis ik. Papier hier. Papier hier. We hebben nou, door de poort. Hebben de Indische waterlelies nog niet? Wacht, is dat dicht? Of is dat een theater? Dat is hele sprake hierop staan. Hey, wat zit hier? Dat is in onderhoud. Dat kunnen we niet doen. Dat zijn de Indische waterlelies. Wat een tekst. Wat hebben we nog niet gezien, mensen? We hebben de sprookjesboom nog niet gezien. De Chinese nachtegaal moeten we nog tegenkomen. Sprookjestheater, wat is dat, hè? Dat is een theater. Ah, de reus en klein duimpje. Rijpelsteeltje nog. Niemand weet dat ik Rijpelsteeltje heet. Hier hebben we die reus. Klein duimpje is volgende. Dat weet ik nog. Hij ligt de reus. Hier, dat is het, de reus. Een klein duimpje zelf zit er niet tussen. Oei. Hier een daar hebben we nu Rijpelsteeltje. Ja, Rijpelsteeltje. En daarna weet ik het niet. Is Skeraas. Wie staat daar voor de deur, jongen? Ja, dat is die van Paleizen die zo afluistert. Zo. Mm. Ik hoor dat bij de audio. Steeltje heet. Trouwens, halve man, dan ben ik ook eens curieus naar hoe dat is tegenwoordig. Nu is het meisje met de zwavelstokjes. Ja, zie je. Ja, dat ken ik niet. Er komt ook nog kleren van de keizer. Ja. Dit is een sprookje met Pepper Coast, maar hier gebeurt precies niks. Ik hoor wel muziek. Wind. Je hebt toch ook een theatershow of zoiets? Ja, die staan precies stil gewoon. Uit het glas, dat weet ik nog. Ik denk dat het sprookje wordt uitgelegd nu, maar... Ik kan je niet helpen, alles trussen. Ja, toch particles en zo. Oudejaarsavond, ijzige wind,
Als ze bewegen. Als ze bewegen. Een leven in armoede. Geen liefde beschoren. Steenkoude voetjes. Als spiekelaars. Oké, we zijn hier weg. Ja. Hier, je weet, dat komt van verderf. Ah, oh. Ik heb ook een screenshot te drukken. Die sprookjes, hè, jongen. Ik word er zo moe van. Werken, dat moet ik ook moe van. Dus ik heb ook geen goesting om ik heb ook geen goesting om uit kinderen te krijgen, mensen. Als ik daarmee dan naar de Efteling ga, moet ik het sprookjesbos doen. Oh, nee, toch. Nou, de kleren van de keizer. Wat de hel is dat voor een poppen, jongen? Ja, dat is hier ook een, dat is hier ook een show, maar het staat. Sprookjesboom. Nou ja, dat is een mooie boom. Hopelijk. Ja. Ziet er niet uit alsof dat hij beweegt. Ik ken dat sprookje, dat programma vroeger. Ja, dat was wel leuk. Ja. Normaal praat hij, maar ja, ik hoor niks. Kijk, ik denk dat we kan rond zijn. Vaak hier. We vliegen er vaak hier. En dan is er nog de Chinese nachtegaal, dan zijn we rond. Oh, daar vliegt hij, de fakir. Oh ja, hij heeft zo'n tapijt. Oh, dat is wel chic gedaan. Dat is grappig, ja. maar hij zit er niet op, hij vliegt erachter. En wat hebben we dan nog? En dan staat hij daar te fluiten. Oh, die kan echt niet fluiten, hè. Dat trekt op niks. Gewoon amateur fluiten, hè. Ja, dat was dan weer het sprookjesbos, denk ik. Ja, nog eentje, maar... Chinese nachtegaal. Ja, die Chinese nachtegaal, dat is ook zo... Die is ook soms dicht, zoals... Ja, hij is nog niet gestart. Is dat show? Maar hij is gestart, denk ik, nu. Ja, ja, hij komt. Shit. Ah. Deze heb ik nog nooit gezien op Minecraft. Die was altijd dicht. Yo, in het echt was ik er vroeger zo bang van dit sprookje. Ja. Op een moment komt daar op dat bed, bij die keizer, een geest, jongen. Echt, ik was er zo bang van. Oh, het is juist begonnen. Ik wil wel blijven wachten tot die geest komt, maar godverdomme, dat duurt nog even. Komt het geest nog? Tja, dat is... Dat duurt nog lang, hè. Ik wil zien hoe je die geest eruit ziet. Ja, in het echt is dat een pepper coast. Dus ik weet niet hoe dat hier is. Ik heb er nooit gezien als sprookje. Ja, ik was altijd direct weg hier. Maar op het moment dat die geest kwam, ga lopen, joh. Dan niet toch. Ja, hoe komt die kutgeest nog? Ik denk dat het nu lang meer duurt. Ja, ja, nu is het. Nu komt ie. Oh ja.
Ach, dat is nog niet de geest. Nee. Ga weg. Ga weg. Je doet schrik, jongen. Ja, nu komt ie. Ik hoor ze roepen, ga weg. Daar is hem. Eng geest. Daar is schrik, mensen. Die stem, die stem, daar was ik altijd zo bang van. Ik ben weg, jongen, ik heb schrik. En dan zijn we de uitgang, mensen. Ik zal je nog even blijven wachten. Ik ben bang. Daar is de die weer. En dan is hij weg. Hey, het is gedaan hier. Kom maar naar de uitgang dan. Oeh, we zijn rond, mensen. Fine. We gaan de aflevering moeten afsluiten. De tweede aflevering. Ja. En de derde gaan we verder met een paar rides. Waaronder de Baron, halve maan en nog wat andere dingen. Dus voor de volgende video, mensen. Dus voor nu zeggen we... Salut, salut vanuit Efteling. Joe.